Zaterdagmorgen is een automobilist gewond geraakt bij een ernstig ongeval op de Loenenseweg in Beekbergen. Bij de aanrijding waren twee auto's betrokken. De bestuurder van een Fiat moest voorrang verlenen aan een van links komende Skoda. Dit gebeurde niet en daarop botste de Skoda op de bestuurderskant van de andere auto, waarbij de Fiat op zijn kant op het wegdek kwam te liggen. De bestuurder zat bekneld in zijn auto en kon met moeite bevrijd worden. De beknelde bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Omdat het verkeer moest omdraaien voor een alternatieve route, zorgde dat voor flinke verkeersproblemen tussen Beekbergen en Loenen.